Ga je die andere even meenemen? Ja. Dan gaan we deze even planten. Ik ben Jeroen van der Hoek, werkend bij de Groeiende Gerrit in Hoogland. Ondertussen nu 6 jaar lang sous-chef. Ik heb eerst bij de Groeiende Gerrit als leerling begonnen. Daarna ben ik gaan werken bij de Stadskamer in Vathorst. Die is er nu helaas niet meer. Toen heb ik ervoor gekozen om de volwassenenopleiding te gaan doen. Dus in plaats van 2 jaar zelfstandig werkend kok heb ik het in 28 weken gedaan. En dan hebben we nu onze eerste pompoenplant geplant. In de hele geschiedenis van de Groeiende Gerrit. Dus nu mag jij het met die andere proberen? Ik ben Willemijn Vlastuin. Ik ben 19 jaar. Ik zit nu in het derde jaar van Hotelschool Amersfoort. Ik heb hier al 2 verschillende stages gedaan, waaronder dus de keuken. Ook de bediening. Ik werk hier ook inmiddels 2 jaar. Ik zie eigenlijk verschillende dingen van het bedrijf en dat vind ik zelf heel erg leuk. Natuurlijk kan je het ook daardoor in de bediening beter toepassen. Dus ik kan aan tafel wel veel meer vertellen over een gerecht en daar ben ik af en toe best wel trots op. Kijk, die kan je zo heel voorzichtig netjes afkrabben. En dan heb je eigenlijk een mooi reisje. Nou ja, Jeroen is een ontzettend leuke leermeester. Hij is mijn sous-chef in de keuken. Hij is heel rustig. Als hij mij iets probeert te leren, dan doen we het altijd eerst samen. En hij legt het me rustig uit. Er zit nooit iets van stress achter of werkdruk. Daar nemen we allebei altijd de tijd voor. En dat is ontzettend prettig, want daardoor voel ik mezelf op mijn gemak. En daardoor vind ik hem gewoon een hele goede leermeester, omdat hij de tijd voor je neemt. En ook echt de kennis van het vak op je wilt overbrengen. En dat vind ik erg bijzonder aan hem. Het begon eigenlijk als een grapje dat ze zeiden van we gaan jou opgeven voor leermeester 2013. En toen dacht ik over, voor mij mogen we dit doen. We kijken wel hoe ver we komen. Eigenlijk sinds vandaag eigenlijk wel dat ik dacht van oké, het is nu wel heel serieus. Dus ik vind dat heel erg leuk. Ja,